Beste TVL-kijkers, ik hoor jullie al denken, waar zit ze nu weer? Wel, ik zit niet in Vlaanderen, ik zit zelfs niet in België, maar in het heerlijke Puglia. De hak van Italië, zeg maar, want ik ben uitgenodigd door niemand minder dan Tony Etneo. Ook wel bekend als de Limburgse wijngod. I see trees of green, red roses too. I see them blue, for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Maestro, wat een leven, wat een leven. Ziet dat hier zitten, ziet dat hier zitten. Ça va, Tony? Nou. En? Benvenuta. Dankjewel. Ik veronderstel dat dat is. Wees welkom of Wees zo. Wees welkom. Oh, wauw. Ik voel me al welkom. Ik ben eigenlijk maar 5 minuten hier. Dus hier is zo dat goede leven in Italië. Het goede leven, het leven moet je eerst werken en als je de kans hebt om te kunnen genieten van het goed leven, ja, dat hoort erbij. Uiteraard. Dat hoort erbij, uiteraard, ja. Want jouw roots, Tony, we kennen jou allemaal van Limburg, hè? Van de man die de beste wijnen tot bij ons brengt, de lekkerste Italiaanse wijnen, maar eigenlijk liggen jouw roots hier. Dus we bevinden ons hier in de Salento-streek, de onderste hak van de Puglia, waar mijn ouders vandaan komen, die dan ook in de na de Tweede Wereldoorlog naar België zijn geëmigreerd. Ah, ja. Dus mijn vader voor in de mijnen te gaan werken en mijn moeder voor in de koekjesfabriek De Beukler te gaan werken. Hier woont nog familie van jou? Hier woont nog familie, een onkel, tante, 1 broer zelfs, neven, nichten aan de lopende band. Maar jouw papa is ook nog hier? Mijn papa die leeft nog, die is ondertussen 86 geworden. Mijn moeder is 2 jaar geleden gestorven. En, voilà. Waar woont papa? Mijn vader bevindt zich momenteel, dus nadat mijn moeder gestorven is, is hij dan ingetrokken in een rusthuis. Maar het is geen gewone rusthuis, het is een rusthuis op 5 kilometer hier vandaan. Het is een klooster met 20-tal monnikjes die 25-tal bejaarden verzorgen. En we mogen op bezoek gaan? We mogen er zeker op bezoek gaan. Dus, ja, dat zijn we zo, toch? Dat gaan we. Maar ik zie lekkere bubbels, Tony. Ja, de bubbels, weet ze. Je weet, als je bij Tony op bezoek gaat, krijg je altijd lekkere wijn, toch? Ik ben een wijnhandelaar. Hè. Ik moet altijd zorgen dat Italiaanse wijnen overal geapprecieerd worden. En ook gewaardeerd worden. En ook liefst gedronken worden. En drinken, dat doen we graag. Hè. Salut. Olijfbomen, zeg je. Ja. Hoe oud zijn die bomen? De jongste zijn 60 jaar oud en dan zo naar boven toe. Wauw. Hier. En ja? Je produceert je eigen olijfolie ook? De olijfolie, dus is ook genoemd naar mijn vrouw Caroline, dat heet Donna Carolina. Ja. En we produceren jaarlijks zo'n 1600 flesjes van een half liter van die 200 olijfbomen. Want wanneer heb je een goede olijfolie? Er zijn zoveel olijfolies. Een goede olijfolie moet de volgende eisen hebben. Dus het moet een zeer lage zuurtegraad hebben om extra verdig te zijn. We bevinden ons hier op een DOC-gebied voor olijfolie. Dus wat de label veel meer waarde heeft. En het moet een zuurtegraad hebben van 0,1 tot 0,8. Ah ja. En de beste pluk is eind oktober, als de olijven nog niet helemaal rijp zijn, maar dan heb je de fijnste olijfolie. Maar als je gaat wachten tot januari, dan worden de olijven groter, dan heb je uiteraard meer kwantiteit, maar je zuurtegraad is veel hoger. Nou, wat voor boom is dit? Want dat ken ik niet. Is dat de? We hebben een 10-tal fruitbomen hier. Geheime? Ja, dat gaat van mandarijn, appelsine, pompoenmoes, citroen. Maar we hebben 1 bijzondere boom. Ja. En daar zijn we ook heel trots op. En die worden in Italië, en vooral in het zuiden van Italië, soms bewaakt ook door een bewaker. Omdat veel dieven gaan op pad in de maand mei om op zoek te gaan naar deze zeldzame vrucht. Dat heet Nespoli. Nou, dit is een Nespoli. Hmm. Je ziet heel sappig, je ruikt het ook. Ik ga het nog iets anders doen. Wat ga je doen? Ik ga dat verdrinken in de Franciacorta-bubbels. En dan? Het moet niet altijd een arbei zijn. En dan we drinken dat glas leeg. En dan eten we, als het glas leeg is, eten we die Nespoli op. Helemaal doordrenkt van lekkere bubbels. Dat heb ik nog nooit gegeten. Ja, nee, ik ken het niet. Onbestaand. Ongelooflijk. Dit is echt lekker de truffels. Heerlijk. Caviar, Nespoli. En bewakers nodig, hè?
Dus bubbels met Nespolé. Dat is voor, dat kun je aan iemand bieden die u nauw aan het hart is, of die bij u heel hoog staat, geeft je een bubbeltje met een Nespolé. Zou je papa er een paar willen lusten? Heeft hij dat graag? Ik denk het wel, maar ik weet niet of die dat mag van moeder overste. Gaan we toch een stuk of vijf meenemen? Ja, we gaan nog kunnen dat niet. Geef het aan uw papa. Ja. We zeggen niks tegen de zusters. Oké. Okay. Goed, en ver daarbuiten, in heel België eigenlijk al, sta jij bekend om de man die de lekkerste Italiaanse wijnen naar ons land heeft gebracht. Waarvoor dank. Maar het is niet van vader op zoon gegaan. Eigenlijk kom jij niet uit een familie wijnhandelaars of wijntelers. Het is allemaal begonnen toen ik geboren werd. Ja? Dus ik werd al geboren met twee tandjes. Met twee tanden? Met twee tandjes, de onderste tandjes dus. Ik had nooit geen borstvoeding gekregen. Nee. Dus ik ben geen melkman, ik drink nog altijd geen melk. En misschien van daaruit dat mijn interesse naar de wijn is ontstaan. Ik werk meer dan 40 jaar. Ik heb 18 jaar op Echo gewerkt. Eerst als arbeider, dan als bediende. Wat is Echo? Echo, dat is betonnen vloeren. Ah ja. Dus daar heb ik nog een jaar ergens anders op een bedrijf gewerkt. Maar tussendoor ging ik als 18-jarige knaap die vooruit wil gaan in het leven, deed ik altijd sommelier of ceremoniemeester. En dan s'avonds werkte je in een restaurant en zo ben je dan een restaurant. En dan dus als 18-jarige begon ik mij zowat te interesseren in Italiaanse wijn. Omdat Italiaanse wijn was in die periode niet geapprecieerd, ook niet gewaardeerd in de horecazaken. Alles was Frans. Alles wijnen. Was Frans, dus als iemand in die tijd 1000 euro gaf van een fles Franse wijn, was dat normaal. Van Italiaanse was dat niet normaal. Allee. En dan ben ik mij te beginnen te interesseren in de Italiaanse wijncultuur. Op een gegeven moment vertrok ik zelf naar Italië. Ja? Op zoek toch naar de domeinen die ik van links en rechts gelezen had. De grote jongens die er toen waren, maar die op de Belgische markt nog niet te vinden waren. Ben ik allemaal gaan opzoeken en eens een beetje gaan begrijpen wat de Italiaanse wijncultuur was. Welke wijngaard is het? Welke wijn wordt hier geproduceerd? Dit zijn de wijngaarden van het domein Calot, uit het dorpje de Tulie. Gekend voor zijn toprosé's, want op 10 jaar tijd heeft deze domein 7 keer de beste rosé award gekregen van Italië. En je weet, in heel Italië wordt wijn geproduceerd, ook rosé's. Hè. Wanneer wordt dit geoogst? Dit is nog in zijn kinderschoenen. Dat wordt pas geoogst begin oktober, half oktober. Ah, ja. Dit is Negro Amaro, okay. Druif. Maar hier valt dus nog niks te proeven, wil je zeggen. Je onderschat Italianen. Ik weet het niet. Giovanni, vieni un po' qua. De geheime flessen, die liggen hier gewoon in de grond begraven. Dus hier worden de mooiste rosés van de wereld gemaakt, met deze trossen. Oké. Okay. Hallo. Giovanni, de winemaker. Ciao. Ciao. De winemaker from Salento. All right. Dus dit is deze wijn wordt hier. Dit is de absolute top voor rosés. Dus Ceraza. Ceraza is ook, betekent een Italiaanse kers. Je ziet ook kersenrode kleur. Mooie kleur. Negro Amaro druif, 100%. Quanti mesi di barrique fa? 6 mesi di barrique. Solo 6 maanden op hout, barrique. Come? Solo 20%. 20% wordt op barrique gereept. En dit is een van de beste rosés van Italië. Het is niet een van de beste. De beste rosé van Italië. Van Italië. Zeg eens proficiat. Auguri Giovanni, ti fai auguri. Auguri anche voi. Salute. 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 wat een leven in Italië. En als je wilt, Annemie, kunnen we eens gaan kijken waar deze rosé ligt te rusten en te rijpen in de barriques. Kan dat? In Giovanni's en kantine. Ze proberen hier in kantine, Giovanni. Andiamo in cantina. Oké, okay, grazie. Oh, lekker. Nog meer proeven dan. Wie weet. Ik zie hier nu heel veel flessen staan en die gaan allemaal de deur uit. Maar wat ik mij altijd afvraag is, hoe lang kan je een fles wijn eigenlijk bewaren? Veel mensen kopen wijn, dure wijn. 10 kisten, 12 kisten, 15. En die leggen die weg in de wijnkelder en die laten die daar staan voor 10, 15 jaar om daar daarna mee uit te pakken. Ja? Maar dat is verkeerd. Omdat het is al bewezen dat veel mensen die op die manier zijn te werk gegaan, alleen maar ontgoochelingen hebben opgelopen.
een groot deel. En voor wijn waar ze veel geld voor betaald hebben. Dus de juiste manier is, koop die wijnen, geen enkel probleem, 10 kisten, 12 kisten, zet die weg, maar volg die ook op, omdat wijn is een levend product. Hoe drink ik nu eigenlijk een glas wijn? Het glas op een juiste manier vasthouden, dus ofwel bij de steel, ofwel bij het voetje. Ja, want veel mensen die doen zo, maar dat is niet goed voor de opwarming van de wijn? Niet alleen de opwarming van de wijn, maar ook als je samen klinkt. Ja, voilà, dus ja, dat lukt al niet. En nee. Je vingerafdrukken blijven er aan plekken, dat is ook niet mooi. Dus want tafel is ook op een juiste manier met glassen, relax tafelen. Dus wat gaan we doen? We kijken naar de kleur, of er niks abnormaal aan te zien is. Men ruikt met de beste neusgaat. Een van die twee neusgaten ruikt beter. Bij mij is links. Kijk eens, we hebben nooit getest hoor. En aan hoeveel glazen staat Tony op zijn kop? Wat kan je aan? Mij zult je nooit niet betrappen in een dronken toestand. Nooit? Nooit niet dronken nooit. Geweest? Nee, nooit. Dat geloof ik niet. Ja, dan, nog nooit? Ik zal je mijn gsm-nummer geven van mijn vrouw, die kan het ook beamen. Hoe komt dat? Discipline? Dat is discipline. Dan komen we terug op het verhaal van de ceremoniemeester. Ja. De ceremoniemeester die moet het voorbeelden, die moet discreet, die moet afstandelijk zijn, maar die moet ook alles gezien hebben. En die moet discipline touwtjes hebben. Touwtjes in handen houden. En dat is in het omgaan in het leven is dat ook zo, discipline. Maar af en toe laten we ons toch gaan, hè? Ja, maar ik ben nooit niet dronken geweest. Ik wel, nooit helaas. Maar vandaag niet. Als je maar genoten hebt. Ik ben nog volop bezig. Hoe zeggen ze? Chin chin of salute? Salute, hè. We zijn in Italië. Okay. Salute. Salute. Dus we gaan op zoek naar Nonno. Nonno. Nonno, zit hier ergens tussen de nonnen? Tussen de nonnen. Tussen de nonnen. Nonno tussen de nonnen. En dan is het zoeken. Is hem dat al? Ja, dat is hem. Echt waar? Hallo. Hey, Ripa. Hoe zeg ik? Buonasera. Gewoon buonasera. Buonasera, Nonno. Oh, hoe lang geleden is het dat jullie elkaar hebben gezien? Van november. Oh. Van november. Aan u de eer om hem te omhelzen dan. Doet haar benen, hallo, pa. Hij komt toch eerst naar mij. Hij is altijd hallo, een gentleman. Buonasera. Mwah. Kom maar, Belgica. Tre. Ja. Oh, schattig. Doet haar benen. Doet haar benen. Hè? Sapevi che venivo, no? Hoe zeggen we Nespole. Dat? Dat we dit speciaal voor hem hebben geplukt. Tu abbiamo portato per lei le nespole. Ja. Sì. Ja, dali. Sì, ma sono troppi. Hij wil het al delen. Oh, kijk hoe lief. Lo portiamo in camera. Queste portele via. Dat is voor haar. Ja, dat is hem een duidelijk. Voilà, quello per te. Oh, super. Hoe lang is hij nu al hier in Italië? Hij is nu al meer dan 40 jaar hier. 40 jaar terug. Maar hij is altijd een harde werker geweest, hè? Dus als je de film Marina gezien hebt, wat Stijn Konings daar gefilmd heeft en samen met de acteurs en een hele team, die realiteit die je in de film ziet, dat hebben we ook allemaal meegemaakt. Niet alleen ik, maar alle kinderen van de mijnwerkers. Dat is echt het ware beeld wat in de film Marina is, dat is ook het ware beeld die we in de realiteit hebben meegemaakt. Dus met vallen en opstaan, met harde tijden voor iedereen. Dus niet gemakkelijk als je met 7 kinderen daar bent. Wil je dat eens vragen? Is het leven zwaar geweest in Vlaanderen? Staat dat dura la vita in België? Ja? 20 jaar. 20 jaar? 25 jaar. 25 jaar. 25 jaar in de mijn. Ja. En waarom bent u toch teruggekomen naar Italië? Perché sei ritornato. La salute. Salute. Het huis die ze hier hadden, de gezondheid. Ook voor zijn gezondheid. En ook voor de nonnetjes? Nee, de nonnetjes waren er niet. De nonnetjes... Maar vraag dat aan hem. Anche per le suore. Sorry, qui? No. Niet voor de nonnen. Het geheim van de zusteroverst. Een lekkere spaghetti all'olio, wat gaat ze maken? Verdura, pietola. Dat is ook een groente dat hier is. Hè? Van hier. En wat deed papa het liefst? Cosa ti piace a te? Facete bene o no? Lo mangio duro.
Eet alles. Eet alles. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come, ma è entrata dentro e c'era stata. Ik probeer zoveel mogelijk te komen, hè. Dus ondanks het drukke leven die ik heb. Maar ik probeer altijd, dan zijn we ook met zeven in de familie en dan komt die, dan komt die. In Italië is de familie heel belangrijk. Uiteindelijk, gezien de omstandigheden, is de familie uiteengevallen. Dan weet je ook wat er gebeurt, alles verwaterd. Maar de familie en de respect, dat moet er altijd zijn. Ja. En zeker voor mensen die alles hebben achtergelaten om de kinderen een beter leven te gunnen. Iedereen begint de dag in Italië met een goede koffie, dat is toch zo, hè? Een goede espresso of een goede cappuccino? Ja, ja. Cappuccino mag, 's morgens. Mag 's morgens tot 's middags. Als je in Italië een cappuccino bestelt tot 's middags, is dat heel normaal. Maar als je 's middags een cappuccino of 's avonds, dan kijken ze je raar aan. Dan weet je dat je niet van Italië bent. Dan weet je zeker dat je een toerist bent. Voilà, cappuccino. Dankjewel. En dan een pasticciotto met een amandelcrème bij. Allee dan. Onze stevige ontbijt. Hier gaan we een Salento bakker binnen, traditioneel, ambachtelijk. Een van die typische Salento bakkerijen waar nog alles handmade gemaakt wordt. De brood, de croissants en noem maar op, gezien. En die mensen zijn al bezig van 4 uur 's morgens. Echt een familiebedrijf. Dus ja. Echt een familiebedrijf, dat is ook wat Salento, de Puglia, sterk maakt. Al die traditionele ambachtelijke families, of dat nu een bakker is of eender wat, maar dat vind je nog heel veel in deze streek. Die doen dat snel, hè? Ja, doen dat heel snel, ja. Want hij zei ook nog, hij had onlangs een nieuwe machine aangekocht om de brood te maken automatisch, ja. Maar heeft hij een tijdje weggegooid en is teruggeschakeld op het zelf kneden met de hand. Ambachtelijk. Niks boven de handen. Niet zo snel. Così, due mani, una e due, così, così. Dat is een massage, hè? Massage. Okay. Nee, dat is niet zo schoon, hè? Salami, hier is alles aanwezig. Prosciutti, salumi, formaggi, mozzarella, pane. Alles hebben we hier. Alle lekkernijen voor bij een heerlijk glaasje wijn of zo. Oh, mag je dat eten? Dat mag ik eten. Dus dat is mortadella. Ja. Mortadella, in België is ook gekend, dat is met pistache. Bij ons maar, is dat zo groot. Ja, maar dit is de traditionele mortadella. Wow. En eigenlijk, de mortadella wordt gemaakt van ezelsvlees. Och, echt waar? Ja, dat is echt. Ezelsvlees mag en pistache. Mag ik daar een bijt? Een bijten, dat is de bedoeling. Mmm. Mmm. Oh, maar heerlijk. Je moet er altijd eerst aan ruiken. Maar ik heb geroken. Omdat het verschil met de mortadella die ze in België hebben, die ze hier hebben, de aroma's zijn heel anders. Bij ons is dat een beetje chemisch. Hier is dat authentiek zoals alles hier. Kijk daar, een neef van mij, Giovanni. Echt waar? Is een neef van mij. Hij is verpleger in het ziekenhuis van Gallipoli. Oh, geweldig. Sissi. Kom, we gaan binnen. Dat is, jullie elkaar hier moeten... Dat is het comitato del pescatore. Ik vind dat jullie op elkaar lijken. Ja? Ogen, neus. Ja. Wat is dit? Comitato pescatori, de vissers. Hallo. Vai, questa è Annamila, presentatrice. Hallo. Giovanni, piacere. Salvatore. Ciao. Hallo. Ciao. Bene.
Porta Giovanni is geboren in Limburg, zijn naad in Limburgo, no? Houthalen. Houthalen, ziet je? Hij is geboren in Houthalen. Ik vind dat jullie echt op elkaar lijken. Ja? Doe je zonnebril eens af. En die toch als naast elkaar staan. Echt waar. Uw ogen, uw neus. Nee. Echt waar, hè? Zijn moeder is de zuster van mijn vader. Oh. Dat is Edneo. Zijn moeder heet Edneo. Alright. Hallo, Bira. Nou, naar Bira. Bira. Hallo, Bira. Giovanni. Salute, hè? Salute. Salute a tutti. Tony, wij kennen vooral de diepvriesvis, maar dit is allemaal heel erg vers. Hè? Dit is vers, rechtstreeks van de vissersboten die hier aanmeren 's morgens nadat ze 's nachts zijn uitgevaren. En dan komen ze hier met een waar en die bieden dat te koop aan voor een appel en ei, zoals je al gezien hebt. Verse tonijn, gambas, langoustine, we hebben zelfs een haai gezien die ze gevangen hebben. Dus inktvis, levende inktvis, dus verser dan dit kan. Dat is een hele grote bron van inkomsten voor de mensen van Puglia. Dus de visvangst, de Puglia is helemaal omringd door de twee zeeën, Adriatische en Ionische Zee. Dus die twee zeeën komen op been, waardoor men enorme visvangst heeft. En ook omdat de zeewater, de Ionische Zee, Adriatische Zee, nogal zuiver is met heel veel enorme vissoorten die erin zwemmen. Ja. Hoe laat is hij uitgevaren? Wil je het eens vragen aan hem? Scusa, come ti chiami? Giovanni. A che ora sei iniziato stamattina? Andare al mare. Alle 5. Om 5 uur 's morgens uitgevaren. Om 5 uur. En dan komt hij terug En dan komt hij terug om 8 uur. Om 8 uur. Ma ci sono anche dei pescatori che vanno più verso la notte, la una, le due. Ze zijn er ook die om 1 uur, 2 uur, 3 uur gaan. Dat is een tour die ze hebben onder de vissers. Oké. Okay. En welke zijn de vissen die hier het meest gevangen worden? Quali sono i pesci, i tipi di pesci che vengono presi di più qui nel mare? Come la stagione. Hangt af van het seizoen. Kabeljauw, gambas, langoustine, inktvis. Straks na middag komen nog andere vissersboten aan met andere soorten vis bij. Ah, ja. Dus, super. Maar lei, Giovanni, lei di Gallipoli. Tu lo sai, siamo dalla televisione belga. No. C'hai famiglia in Belgio, per caso? No, miei cugini. Gianfranco, Valentino, Bresciani. Ah, dove? A Otale? Perché i bresciani sono di Otale, di Limburgo. E la mamma era Carrata. Carrata, anche a Otale abbiamo Otale. Heeft familie, tante, neven, nichten in Houthale, dus Limburg. Oh, echt? Dus, alright. Heel veel immigratie komt ook van de Puglia, hè, ja? Met deze streek. Hè, vooral voor in de mijnen te gaan werken, toen in begin jaren 50. Grazie, Giovanni. Grazie, grazie. Grazie. Ciao, super. Buon lavoro. Ciao, ciao. Ciao. Saluti il Belgio, Limburgo. Dici, ciao cugini. Dici Teve Limburg. Teve Limburg. Teve Limburg. Teve Limburg. Bravo. Ja, Tony, ik heb het al lang door dat Puglia heel veel troef heeft, want dit is er nog één: zee en strand. De zee is een belangrijke factor. Je ziet ook zelf, een van de properste zeeën bevindt zich in Puglia. Zowel aan de Ionische kant of aan de Adriatische kant. Zandstranden lijken we in de Caraïbe alleen maar kunnen van dromen. Witte. Ja. 1 op 4 Italianen komt naar de Puglia op vakantie in juli en augustus. Dus oh. Dat zegt al voldoende. Zoveel. Ja. Is het dan ook echt toerisme troef in het hoogseizoen? Het toerisme is hier over de koppen lopen, ook op het strand. En dan heb je de betere toerist die naar hier afzakt. Oh ja. Nu, wat raad je mensen aan die naar hier willen komen? Is het best dat je op hotel gaat? Of moet je een of andere Italiaanse familie aanspreken om te logeren? Of een B&B? Hoe doe je dat? Het beste is een B&B. Je hebt hier zoveel mooie B&B's, ook in de omliggende dorpen van de kuststrook. Voor 50 euro heb je een mooie bed and breakfast met ontbijt, met zwembad eraan. Dus waarom nog twijfelen? Heb jij je zwembroek bij, Tony? Ik heb mijn zwembroek niet bij. Ik heb er enorm spijt van, want dat is de enige zee waar ik normaal graag induik. Had dat tegen mij gezegd? Want kijk wat hier voor ons ligt. Het is 26 graden. Een zee voor ons alleen. Het is zoals Spa Bruis, hè? Je kunt Spa Bruis. Ik ga toch nog even in de Spa Bruis springen. Oké, dank je.
vestito più bello, andiamo via. Heel veel historiek ook hier, hè? Heel veel mooie oude gebouwen. Wat is dit hier achter ons? Dit is het kasteel van Gallipoli. Ja? We zien ook links de oudste fontein van Italië, gebouwd door de Grieken. Fontana Greca. Ja. Tony, je hebt niet alleen mij Italiaanse wijn leren drinken, maar dat doe jij ook met echte wereldvedetten. Hè? Van Star Island in Miami tot Andrea Bocelli. Ergens in Italië, overal waar ik grote vedetten zie, zie ik Tony het Neo. Hoe doe je dat? Hoe doe ik dat? Ik word ook veel gevraagd om je noemt dat vedetten, maar voor mij wordt dat, dat zijn wereldsterren, maar uiteindelijk worden dat vrienden. Dus om die te begeleiden, want ze eten ook allemaal, ze drinken ook allemaal graag. Ze doen concerten, ik ben bij hun backstage, in de kleedkamer, op restaurant, tot diep in de uurtjes en dat gedurende 20 dagen. Ja. Zoals ik al zeg, dat gaat van de Jacksons, Grey Jones, Simply Red, de Four Tops, noem maar op, Level 42, Ennio Morricone, de grootmeester. Dat houdt niet op. Dat zijn allemaal grote namen in de muziekwereld, maar uiteindelijk zijn dat gewone mensen, like u en ik. Ja, en dat bindmiddel tussen u en die sterren, zal ik ze toch maar noemen, is? Is Italiaanse wijn. Is het de goede Italiaanse wijn. En hebben ze er een beetje verstand van? Of moet je ze als echt, ze het verstand niet hebben, dan is het mijn taak om die dan op te leiden in de Italiaanse wijncultuur, om die ook te begeleiden. En wie is echt helemaal verkocht van de wijn van hier, van dus deze streek? Bocelli heeft dan zijn wijndomein opgericht, ja. Door mijn schuld, zegt hij altijd. Echt waar? Dus Grace Jones, die is ook helemaal gek van Italiaanse wijnen. Ja, Gloria, die zijn allemaal ingewijd in de Italiaanse wijncultuur en dat doet me dan enorm plezier. En moet je dan paletten en schepen naar daar laten overgaan? Nee, dat doe ik dan via de contacten, dat ze dat rechtstreeks doen. Dus ik hou me bezig met de Belgische en de Nederlandse markt. Ik denk dat ik nog eens ga terugkomen naar Puglia. Het was kort en bondig, maar altijd te kort, zoals dat altijd is, als het goed is. Het is hier fantastisch, hè? Het is hier, hoe moet ik zeggen, hemel op aarde. En de toeristen die allemaal naar hier komen, die noemen we allemaal boemerangtoeristen, want die komen allemaal terug. Ja, meteen verkocht en verliefd op de regio. En daar gaan we op klinken. Ik zou zeggen salute, maar kunnen we ook gewoon zeggen van, wat is het leven toch schoon? Hoe zeggen we dat in Italiaans? Viva la vita, o la dolce vita. La vita bella. Oh, keuze zat. Dus we kunnen alle kanten uit. La vita salute, bella. Salute, cin cin.